Als je een woning koopt op een klassieke wijze, dan koop je niet alleen de woning, maar ook het aandeel grond waarop die woning staat. Tegenwoordig hebben de mensen steeds meer moeite om een woning te kopen. Onder meer want de grondwaarde wordt steeds duurder. Dat is al lang zo en het zal niet meteen verbeteren in de komende jaren. De erfpachtformule kan hiervoor een oplossing zijn. Want als je een woning koopt via erfpacht, dan koop je enkel de bakstenen en je betaalt niet voor de grond. De aankoop van je woning is hierdoor natuurlijk goedkoper. De woning koop je in volle eigendom, die blijft dus helemaal van jou. En je krijgt een gebruiksrecht op het perceel grond dat wel nog eigendom blijft van CityDev. Het idee leeft al een tijdje bij CityDev, want volgens ons biedt het drie grote voordelen. Ten eerste zorgt de formule er uiteraard voor dat we betaalbare woningen voor de middenklasse kunnen blijven aanbieden, ondanks dat de prijs van de grond fors stijgt. Betaalbare woningen aanbieden aan onze kandidaatkoper is en blijft toch onze doelstelling. Anderzijds kunnen we hiermee de grond in handen houden van de Brusselse overheid. Dat is op lange termijn een groot voordeel voor de stadsontwikkeling en de stadsvernieuwing. En tenslotte kunnen we dankzij de erfpacht ook projecten ontwikkelen in wijken waar we tot nu toe geen woningen hebben kunnen aanbieden omdat de grond er gewoonweg te duur was. We realiseren zo één van de doelstellingen uit onze beheersovereenkomst. Daarin vroeg de regering ons om een formule te bedenken als weerwoord op de grondspeculatie en ons werkingsgebied uit te breiden naar andere gemeenten. We denken hierbij specifiek aan de tweede kroon van het Brussels gewest. Maar ook in het stadscentrum zijn er wijken waar de gronden erg vervuild zijn en zware investeringen vragen aan de overheid om ze bewoonbaar te maken. Dankzij de erfpacht kunnen we die gronden saneren en onze investeringen terugwinnen door ze in portefeuille te houden. De erfpacht creëert dus heel wat nieuwe mogelijkheden voor CityDev. Eerst en vooral gelden voor kandidaatkopers van een erfpachtwoning dezelfde toegangsvoorwaarden als bij klassieke aankoopprocedure. Zij moeten dus, samengevat, minstens 18 jaar oud zijn. Op het moment van de aankoop onderworpen zijn aan de personenbelasting in België. Ze mogen geen andere onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik hebben. En een totaal gezinsinkomen hebben dat niet hoger ligt dan een zekere drempel. Ook moeten ze, net als onze andere kopers, gedurende 20 jaar hun hoofdverblijfplaats vestigen in de aangekochte woning. Het verschil tussen een erfpachtkoper en een gewone koper is dus dat de erfpachtkoper enkel de bakstenen betaalt bij de aankoop en vervolgens een vergoeding betaalt voor het gebruik van de grond. Wij kozen bewust voor een betaalbare vergoeding die we sociale kanon noemen. Onze werkgroep heeft het bedrag van de kanon bepaald op 1% van de grondwaarde. Dit percentage komt overeen met een afbetaling van de grondwaarde op 99 jaar. Het is een toegankelijk bedrag dat de koper maar één keer per jaar moet betalen, zolang de erfpacht loopt. Volgens de wet mag een erfpachtrecht minimaal 15 jaar en maximaal 99 jaar duren. CityDev biedt het standaard aan voor 50 jaar. Na die 50 jaar heeft CityDev de keuze. Ofwel zetten we de erfpacht voort, dat kan dan tot de wettelijke maximale duur van 99 jaar, ofwel kunnen we het gebouw opnieuw overnemen, bijvoorbeeld om het te renoveren. En in dat geval kopen we de bakstenen terug van de koper. De terugkoopwaarde wordt berekend volgens de geïndexeerde aankoopprijs, maar wel op voorwaarde dat de koper zijn woning altijd goed heeft onderhouden. Voor onze koper heeft erfpacht een heleboel voordelen.
Ze kunnen een woning aankopen tegen een aanzienlijke lagere prijs dan op de vrije markt. Ze hebben dezelfde rechten en zekerheden als een gewone eigenaar. En als CityDev na 50 jaar zou beslissen om de bakstenen terug over te nemen, dan krijgt de koper daarvoor een vergoeding. Zijn geïnvesteerde kapitaal blijft dus gewaarborgd. CityDev heeft al 2 proefprojecten ontwikkeld met erfpachtrecht in Tivoli Green City. Onze werkgroep heeft de ervaring uit die 2 proefprojecten geanalyseerd en ook gekeken naar gelijkaardige projecten in het binnen- en buitenland. Het was hard werken, maar ik ben heel blij dat we vandaag, dankzij de inzet van alle leden uit onze werkgroep, ons huidig model concreet hebben kunnen uitwerken. In onze beheersovereenkomst heeft CityDev zich ertoe verbonden om tenminste 20% van haar woningen via erfpacht te ontwikkelen. Inmiddels hebben we al 9 potentiële projecten geïdentificeerd. Daarmee zouden we op termijn zo'n 500 woningen via erfpacht kunnen aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat de erfpachtformule het ontwikkelingsmodel van de toekomst wordt bij CityDev.